Show. Raf en Rani. Leen heeft twee maandagen aan elkaar weer kunnen genieten van fijne tips van Sandra Beccari. Maar nu is het terug aan ons. Yes. En jullie zien er ongelooflijk uitgerust uit. Dankjewel. Dat zo voel ik mij niet. Maar alleen, toch bedankt. Ik heb afgelopen weekend ongelooflijk lekkere asperges gegeten. Is het seizoen niet begonnen? Ja, het zal wel. Hè? Ja. En ben je er één of ben je er geen? Je hebt twee soorten mensen eigenlijk, hè? Je hebt mensen die, bij wie je dat merkt dat ze asperges hebben gegeten. En je hebt mensen die bij wie je niks aan de, bij het toiletbezoek, hè? Ja. Aan de urine. Ik ben er één. Je bent er één. Ja. Oké. Okay, genoteerd? Ja, dat is goed. Maar dan wil ik het van jou ook weten. Ben jij ik er ben er ook één. Sandra? Ja. Maar ja, ik ook. Maar het zou, sommige mensen zouden het ruiken en anderen niet, blijkbaar. Zou daar vooral aan liggen. Ah, dat dus, ik denk dat het allemaal zijn. Dat sommigen het gewoon niet ruiken. Zeg maar, het is geen open wc, het is de open keuken. Okay. Hè? Ja. Ja, het aspergesseizoen is begonnen. Hè? En luisteraar Els, die is daar ook verzot op. Ze eet ze het liefst op Vlaamse wijze met geklaarde boter en lekker. Een eitje. Maar echt gezond lijkt haar dat niet. Dus vraagt ze, beste Sandra, heb jij nog leuke recepten? Misschien iets gezonder met asperges uiteraard. Het goede nieuws is, op Vlaamse wijze... Ik vind dat dat af en toe wel eens moeilijk. Ja, eigenlijk is dat toch ook nog altijd heel puur. Allee, die asperges, dat is al basis, is al groente. Dus dat is al een goede zaak. En dan, wat zit daar nog bij? Ei, een beetje boter. Ja. Een beetje boter. Ik vind, we hoeven daar ook niet iets over te doen. Nee, Als je kilo's boter eet, dat is natuurlijk een ander verhaal. Ja. Maar je kan er ook... Ik wissel wel af. Ik vind nog altijd het klassieke recept heel lekker. Ja. Maar... af en toe maak ik ze bijvoorbeeld zo ook in de plaats van boter dat ik olijfolie ga gebruiken. Ja. Dat kan je lekker perfect ook. Ja. Dat is ook heel erg lekker. Maar je kan er nog heel veel andere zaken mee doen. Hè. Met asperges, met een stukje vis. Combineert dat ook heel goed. Grillen. Misschien zelfs mensen barbecuen wel vaker met het mooie weer. Ja, lekker. En je kan heel veel groenten ook eigenlijk op de barbecue gaan roosteren. Bijvoorbeeld bij asperges lukt dat heel goed. Je kan asperges in stukjes snijden, in een salade verwerken. Met garnaaltjes is dat heel lekker. Je kan er eigenlijk oneindig mee gaan variëren. Maar zelfs op Vlaamse wijze, we moeten ook wel trots zijn op onze klassiekers. Tuurlijk wel. Ik vind dat zeker niet een probleem van, er zijn gerechten die veel ongezonder zijn dan dat. Zeker. De basis, asperges zijn gewoon gezond en dat beetje boter erbij, zou ik mij geen zorgen over maken. Maar je kan het, bijvoorbeeld mensen die nu echt zeggen van ik heb een hoge cholesterol, ik moet echt wel letten op verzadigde vetten, dan zou ik zeggen van maak dat met olijfolie. Dat is ook heel erg lekker. Ja. Maar zoals altijd, het is het totale plaatje. Dat telt de balans. En zeker geen probleem om het ook nog eens zo lekker te maken. Nee, hè? Mogen we jou vragen om een receptje op onze website te zetten? Absoluut. Met veel plezier. Ja. Goed. Dan gaan we dat doorspelen. Fantastisch. Dankjewel. Dank je. All the way.